We zijn hier op de 13e editie van de Sleepbootdagen in Elburg. Ja. Wat is hier allemaal te zien? Wat hier te zien is een diversiteit aan oude sleepboten. Van het begin van de vorige jaartelling een beetje tot midden vorige eeuw ongeveer. Daar komen ze ongeveer vandaan. En het zijn eigenlijk allemaal voormalige beroepssleepboten die buiten dienst zijn voornamelijk. En gebruikt worden voor de hobby en het instand houden van het varend erfgoed. We hebben hier één beroepssleepboot liggen. Die man vaart gewoon nog elke dag mee. En de rest is eigenlijk allemaal voormalige schippers of mensen die gewoon gek van sleepboten zijn. Ja. We hebben wat rondvaart. Je ziet hier en daar zie je wat boten een keer rondvaren met het publiek. Daarnaast hebben we dus een hele grote markt langs de haven en helemaal binnenstad. Daarnaast is er muziek. We hebben een chantecor, we hebben een dweilorkest wat gezellig in de stad rondloopt. En voor de schippers zijn nog een aantal activiteiten. We hebben gisteravond een samenkomst gehad met een welkomstborrel, een haringje erbij. En vanavond gaan we ze alle even een hapje eten. Dus het komt helemaal goed.